Dat het Natuurhuis in Doepark De Hagen een ecologisch verantwoord groen dak zou krijgen, was vanzelfsprekend. 15 vrijwilligers assisteerden Martijn Oelen en zijn medewerkers van RSD om de groene vetplantjes, sedums, op het dak te krijgen. Wij zijn bezig met een sedumdak, een groen dak. En dat is voor het Natuurhuis. Wij hebben hier de dakbedekking ook aangebracht. En wij mochten met alle blijdschap ook het sedumdak aanleggen. Het sedumdak, dat is een groen dak. En dat is ecologisch. Het is warmtewerend. Het is isolerend. Voor de waterhuishouding is het goed. En het is ook goed voor de natuur, want je haalt eigenlijk wat weg. Want je bouwt een gebouw en je legt er bovenop het dak leg je weer wat groen. Dus voor de insecten en voor het cetera. En dat Natuurhuis daar groen voor is, daar sta ik ook compleet achter. Zie je maar verder gaan? Is het pakje rood? Als je dat doet, ja. Ja, en daar op de kop. Ja, dacht ik ook al. Ondertussen laat dronepiloot Sanne de Jong zijn drone opstijgen om de werkzaamheden vanuit de lucht te volgen. En dan wordt zichtbaar hoe groot het oppervlak van het paviljoen is, dat deels ook met zonnepanelen wordt bedekt. Ik ben via ben ik in contact gekomen met het Natuurhuis en dan mocht ik een offerte op uitbrengen. Dat doet mij vreugde dat ik die dus ook mocht maken en dat die goedgekeurd is. En wat ik zeg, het hele pakket is nu compleet, want wij mogen het sedum ook aanbrengen. En ja, dan heb je totaal een pakket en ja, je legt toch iets neer weer waar je zelf wel heel trots op bent. Ik kom zelf uit Almelo, het bedrijf van mij bestaat 2 jaar en dat je toch zo'n project mag aanpakken. Dat is, dat streelt je ego, dus dat is, het is een kers op de taart, het is ook gewoon op je carrière, dus dat is wel heel gaaf. Oh, ja. Als alle sedums op het dak zijn, is het werk voor Martijn Oelen en zijn medewerkers nog niet klaar. Alle bakjes moeten nog op een ingenieuze manier aan elkaar worden gemaakt, zodat stevigheid van het oppervlak is gewaarborgd. En dit is het resultaat.